Geert Gerrits, het is nu maandag 26 maart 2018. Een paar dagen na de verkiezingen, de onderhandelingen gaan beginnen. Hoe gaan die onderhandelingen eruit zien? We gaan zo meteen met alle partijen een gesprek voeren. We hebben ze allemaal uitgenodigd op donderdagavond, alle lijsttrekkers een bericht gestuurd. En zo meteen gaan we met elke partij apart een gesprek voeren. En waar gaan die gesprekken dan over? Nou, wat het precies gaat worden, dat weet ik nog niet. Maar we willen van elkaar verkennen met wie hebben we te maken. Wat zijn de ideeën? Zijn er blokkades vooraf? Wat zijn de wethouderskandidaten bijvoorbeeld? Dat soort vragen. Gaat u alle partijen spreken? Wij gaan alle partijen zijn uitgenodigd. Dus we kijken wel wie er allemaal komen. Om 4 uur is het eerste gesprek. Heeft u er zin in? Ik heb er hartstikke veel zin in. Het is een verantwoordelijke klus, maar we gaan er zeker uitkomen. Zijn de gesprekken die u nou gaat voeren openbaar? Mag iedereen daarbij zijn? Nee, het zijn vertrouwelijke gesprekken. Maar we zorgen wel dat er verslaglegging komt en de verslagen die worden openbaar gemaakt op de site van de gemeente Wijchen. Geert Gerrits, goedemorgen. Hoe waren de gesprekken gisteren? Ja, goedemorgen. Ja, we hebben hele aangename gesprekken gehad met bijna alle partijen. Ik kan natuurlijk nog niks over de inhoud van de gesprekken zeggen, maar het waren in ieder geval aangename gesprekken. Deden alle partijen aan de besprekingen mee gisteren? Nee, Sociaal Wijchen heeft vooraf te kennen gegeven niet aan de gesprekken te willen deelnemen, gelet op de verkiezingsuitslag. Hoe gaat het nu verder? Nou, we gaan komende woensdag de bevindingen terugleggen aan onze fractie. We vinden een zorgvuldig proces vinden we heel belangrijk. Afhankelijk wat daar uitkomt, zullen we daarna een tweede ronde gesprekken gaan voeren met andere partijen weer. Is dat weer een ronde met alle partijen? Nou, dat hoeft niet. Nogmaals, we willen het zorgvuldig doen. En afhankelijk van de bevindingen van de fractie ook, zullen we partijen uitnodigen. En uiteindelijk willen we natuurlijk een coalitie tot stand brengen.